Goedenavond allemaal. Ik heb hier nog een paar leuke cadans. Onder andere. Deze. 30x30. Is dat niet schattig? Ze zit in een tas. En dat zijn... Ronde. De parel, ja, ronde. Dat heb ik zo besteld. Nu weet ik dat ik dat moet doen. En speciaal... als die acrylkleur zijn dat. Ja, ja. Ah ja, het is een veetje. Ja. Zo. Dus ja, de zakjes zijn erbij. Zie je dat hier niet inbouwt? Ja, ja, ik ga dat direct een beetje verder zetten. Dat is een wegkabber. Zo, ja, en dan hebben we weer de prijs. Dus dat is de eerste mooie. 30x30. Ja. Patrick heeft teken. Dus de zakjes zijn er ook bij. En een dingen. Een toeltje voor. Ik denk 9. En dan een pincet en ja. En daardoor hierbij. Ja, ze kunnen niks aan zien. Maar ik vind dat toch weer. Dat is zo raar. Zouden dat allemaal. Zouden dat zien? Nee. Oh, ja. Dat zit in die band. Dat ga wegmaken, dat zie je niet meer. Ja. Dat zit er niet in plastic. Goed. Alleen maar ze bieden. Ja, had er parels overkomen. Dan, jawel, zo dat. Ja. Enfin, als die pareltjes erover komen, is het geen probleem. Maar ja. En ik weet dat komt, dat we dat allemaal machinaal gedaan. Een machinaal, inderdaad, ja. En dat is het niet altijd. Nee? Want als ze dat moeten met de hand aan doen, allemaal die bestellingen. Ja, dat is het nog dan komen ze nooit niet klaar, hè? Dus dat is 1. Dan nemen we hier 2. Ja. Dit is ook zo. Een ogenblik, ik kan het één keer van eruit halen. Zo kunnen de mensen het zien. Hè. Oh nee. Maar waar zit de opening? Dat is ook altijd goed te zoeken. Dat is een vierkant. Ik heb nog thans rond gevraagd. Dat is ook zo een manga style. En dat is, ik wil eens zien, ook 30x40. Vind ik ook wel heel schoon. Manga style en dat andere is ook manga style. Maar dat is dan nog een beetje... Anders en ja, omdat ze dan in die tas zit, vind ik dat een beetje. Ja, inderdaad. Dus dat hoort hierbij en dat hoort hierbij. Zo, dus die twee hebben we gehad. Ja. Oh, ik heb dat dan hier rondgedraaid. Ja, geen probleem. Ja,
van mij is dat speciaal. Hè? Dat is echt iets fantastisch. Tijger ook. Ja. Ho, 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 ho. Maar daar, dat gaat niet lang duren voor ik daar ga aan beginnen. Ja. Dat is echt prachtig. Ja, ik bestel dat cadeau en die, eraan, denk ik. Hè? Die rimpeltjes, ja, die ja. Rimpeltjes zo in die, ja, dat is in die plastic, speciaal. Dat is generiek. Nee, maar dat is speciaal. Dat ja, is dat, ja, nee, ik bedoel, die rimpeltjes, zie je, als je dat weg doet, is nee, dat weg. Zo, ja. Heel schoon. Nee. Maar nu zie ik niet juist. Dat wil je weten. Het ding, ik denk toch een 30 op 40, hè? Als het niet groter is. Is dat hier boven geen afmeting? 80? Nee, dat is een 7. Nee, dat is niet. Misschien dat op de pakjes staat, op de kleuren. Nee, ook niet. Deze zijn alleen maar kleuren. Ja, dat is toch wel iets, hè? Dat is toch een grote, hè? Zie je dit? Oh, dat is allemaal te doen met rainstones. Dat is toch wel 50 of 40, dus, denk ik. Hè? Heel prachtig. Daar was ik direct verliefd op. Als ik die zag. Zo. Dat ze dat in zo'n zakjes doen, dat vind ik wel goed. Dan kun je dat bewaren beter. Beter bewaren. Mm-hmm. En dan de laatste. Mm-hmm. Nou is er nog zo'n klein geel envelopje ook, hoor is dat? Wel, ja, dat is dat lichtje. Ah. Hier zie je dat lichtje, dat heb ik ook gekregen. Dat is vreemd. Ja. Je ziet, het is helemaal voorbereid. Mm-hmm. Wat fantastisch, hè? Met nummero's en alles erop. Mm-hmm. En dat is moeilijk te zien hier, maar het is dus, ja. Het is eigenlijk een bloem, hè? Een bloem, maar ja, een hele mooie. In de vorm van een mandala. Ja, ja. En het is niet te zien. Nee, afmeting is het de tegenwoordig niet meer bij. Nee. Dat is niet nodig. Ik denk dat ik het 30 op 30 zo te zien. Het is een vierkant. Ja, het zou wel goed kunnen. Of 25 op 25. Nee, nee, dat is groter. Is groter. Ja, ze laten het in ieder geval niet zien. Maar ja. Hij is wel heel schoon. Mm. En zo heb ik het graag dat je niet allemaal die zakjes moet liggen tellen. Nee, in een lievelingszakje. En, het zijn ronde. Oh ja, en dat je dat allemaal. Nee, dat daar hou ik van. Ja, bravo. Dus ja, dat waren onze vier. Dus. Nee, en hebben we de doekjes ook al geëvalueerd? Ja, dat zullen we eens. En die papiertjes, dat heb ik u al uitgelegd. Mm-hmm. Hè? Zo, dat is dan toch al ver. Dan ga je die doekjes wegpakken. Ja, zo is dat. Ja, we staan al heel veel. Mm-hmm. Dingen zijn gevallen, maar dat is niet. Zullen ze niet wel opraken? Zo, ja. Er staat al heel veel. Heel mooi ook zal hem zijn. Ja. Goed. Dus. Dat is heel goed dat. En er zijn er heel veel bij. Mm-hmm. Waar is mijn bakje? Ja, dat moet nu bij mij. Mm-hmm.
Dan moet het terug op zijn plaats. Zo, en dan kan ik weer verder. Dus, nog het beste voor heel de week. Allee, ik zal natuurlijk nog eens terugkomen, maar in ieder geval het beste. Dag. En dan op. Doei.